In de Emena Ezer in Polsbroek was de keuken aan de beurt voor vervanging. Deze was opgenomen in de meerjarenonderhoudsplan en wij hebben met de directeur gezeten om eens te kijken van kunnen we er iets meer van maken als wat het nu is. Dat is uiteindelijk gelukt en daardoor is de keuken niet alleen geschikt voor het onderwijspersoneel, maar ook voor de leerling en kunnen zij ook hun taken daarin verrichten. Bij de Emena Ezer in Polsbroek hebben we vooral gekeken naar het klimaat in de klassen. Dus we hebben gekeken naar een stukje luchtverversing. Waarbij we tegelijkertijd een stukje koeling hebben toegevoegd. En dat is uiteindelijk gelukt om dat decentraal op te pakken. Dus per lokaal is er nou voorzien in een klimaatunit. En daar hebben we een mooi systeemplafond onderdoor gemaakt. Waardoor de installatie aan het zicht onttrokken wordt. En waarbij de akoestiek ook gelijk op orde werd gebracht in de lokalen.